1 januari is net voorbij en toen had ik een aantal goede voornemens. En ja, ik heb thuis zo'n 30 boekenkasten vol met boeken. En een van mijn goede voornemens was minder boeken kopen. Hmm. En ik denk dat er een of ander hemelswezen mij heeft afgeluisterd en dacht, nou, daar kan ik wel voor zorgen. Of er hogere machten in het spel waren, is de vraag. Maar op 1 januari besloot mede-eigenaar Arno de Bruin om de deuren van een van de oudste boekhandels van Leiden definitief te sluiten. De winkel die stopt helemaal. Wij gaan hier verder. Of wij, ik spreek nog in de wij-vorm. Men gaat hier verder als veilinghuis voor boeken, prenten en manuscripten. De tijd laat mij ook niet los en ik ben nu 69... En ik heb gedacht, ja, ik moet er ook een keer een punt achter zetten. Hè. Dat is iets moet ook eindig zijn. Ondanks dat de sluitingsdatum al gepasseerd is, staat de winkel nog vol met boeken. Ja, we hadden geen zin om een uitverkoop te houden. Dat is een beetje mijn eer te na. Ik heb dat met liefde verzameld. En ik denk dat het goed is dat het gewoon nu geveild wordt. Dan kunnen mensen daar kiezen. En er zitten ook onderwerpen bij, bijvoorbeeld het klein kastje met Leiden geschiedenis. Ja, die zal misschien worden overgedaan aan een collega. Maar er vindt geen opheffingsuitverkoop plaats. Compagnon Arne Steenkamp zet het veilingdeel van het bedrijf door. Hij zocht de samenwerking met een groot Amsterdams veilinghuis. We gaan die twee veilinghuizen naast elkaar blijven draaien. Burgersdijk met zijn eigen specialiteiten. Wetenschappelijke bibliotheken onder andere. Dat gaat gewoon door. Ja. Vanuit dit pand ook. Daar waar nu de winkelboeken staan, daar komt onze handbibliotheek. Dus we hebben veel handboeken nodig voor het beschrijven van boeken, bibliografieën en zo. En die komen op de plek te staan waar de winkelboeken stonden. Ja. Ik vind het liefst boeken die ik nog helemaal niet ken. Mm-hmm. Dingen die niet in mijn collectie passen, die passen juist het best, zo gezegd. Aan de Haarlemmer Trekvaart in Oegstgeest ligt de historische scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel. Wie met het pontje naar de overkant vaart, kan zien hoe werfbaas Alexander de Vos een klassieke boot bouwt uit hout van een 200 jaar oude eik. Hier op de scheepstimmerwerf gaan we er een boeier van bouwen. Een boeier zoals de Leidse stadsboeier tot eind 19e eeuw in de vaart was. Zo'n schip willen we reconstrueren. En daarvoor hebben we die eik van Huis de Manpad op de ouderwetse manier met de hand omgezaagd. Met de malian, met paarden hebben we hem uit het bos gehaald. Met een schuit over de trekvaart, over de Leidse vaart, de Haarlemmer trekvaart. Eerst naar de werf hier getransporteerd. En vanaf de werf zijn we naar de houtzaagmolen de Heesterboom in Leiden gevaren. Daar is hij in het water, in het balkengat gerold. En daar ligt hij nu te wachten op een mooie dag met veel wind, zodat hij op windkracht verzaagd kan worden. En dan komt hij weer terug hier naar de werf. Dan leggen we hem in de houtloods om te drogen. En bouwen we er een schip van. Ja, de manier waarop we werken is de manier van vroeger. In harmonie met de natuur. Als in een eik staat eerst 120 jaar in een bos CO2 om te zetten in eikenhout en zuurstof. Daar worden we blij van. Als je hem dan velt en niet in de kachel of in de elektriciteitscentrale stopt. Maar je verwerkt hem op deze manier met handgereedschappen op een respectvolle manier. Dan blijft die CO2 gebufferd in het schip of het gebouw wat je van dat hout maakt. En op die manier sluit je de cirkel, ben je echt circulair bezig. En na 120 jaar is misschien dat schip weer verrot, maar ondertussen is er weer een nieuwe eik gegroeid die je dan weer om kunt zagen. En zo blijf je in een cirkel rondgaan zonder dat je roofbouw op de planeet pleegt. Op het Huis de Manpad moest een 150 jaar oude laan, restanten van een laan, afgezaagd worden. Omdat die bomen op waren, we wilden de laan vernieuwen. En toen dacht ik, hoe kan ik dat verhaal goed aan het publiek vertellen, dat ze snappen waarom we dat doen en niet de bomen eindeloos laten staan. En toen kende ik Alexander de Vos van de scheepswerf, Klaas Hennepoel. En ik dacht, die heeft misschien nog wel wat eiken, krommers nodig. En zo is het gekomen eigenlijk. En over hoe lang is die af waarschijnlijk? Dat veronderstelt dat we een project hebben, maar dat hebben we helemaal niet. We hebben een avontuur. En van avonturen weet je nooit wanneer je aankomt, waar je aankomt. Je weet alleen maar dat het heel mooi is en dat je er enorm van moet genieten. Zo is deze werf tot stand gekomen. Dat heeft decennia bijna gekost, maar het resultaat is er. En dat hebben we het idee ook met die boeier. We gaan hem gewoon maken, we gaan hem gewoon bouwen en ervan genieten. En we zien wel wanneer die klaar is.
Het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Esmee Kortekaas duurt voort. Dinsdag werd er in Opsporing Verzocht gevraagd wie er meer weet over de gevonden fiets van Esmee. En woensdag zocht de politie in het water bij het Utrechts jaagpad naar bewijsmateriaal. Duikers van de politie zochten bij de brug naar bedrijventerrein De Waard naar een voorwerp. Waar de politie naar op zoek was, is niet bekendgemaakt. Het is alleen duidelijk dat er uit onderzoek nieuwe aanwijzingen naar voren zijn gekomen. De omgeving was een deel van de dag afgezet, net als de brug. Donderdagmiddag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de 32-jarige verdachte en Esmee elkaar al ruim een jaar kenden. En dat de ontucht waarvan de man wordt verdacht in die periode zou hebben plaatsgevonden. De man blijft in ieder geval nog 90 dagen vastzitten. Heel mooi dat we hier met zoveel mensen nu buiten staan. Dat is om te beginnen een heel duidelijk signaal naar Heineken toe. Je moet wel een signaal geven. Al die praatjes hier zo, die zijn we gewoon spuugzat. Ja, het is nodig? Ja, het is echt nodig. Het loonbod is zelfs lager dan de verhoging in de kantine. Ja, dat krijgen we echt niet. Dus een broodje bal gaat meer kosten, extra kosten dan mijn loonsverhoging gaat worden. Eindbod massaal afgewezen. En de consequentie daarvan is dat we hier nu staan om met elkaar actie te voeren voor een betere CAO. Want daar gaan we met z'n allen voor, toch? Yes! Het loonbod van de Heineken geeft 1,37% en je hebt dus een inflatie van bijna 6%. Dat gaat niet. De hogere opgeleiden die krijgen er geld bij en de gewone mensen die al aan de top zitten, die krijgen er niks bij. Klopt niet. Klopt voor geen kanten. Heineken die verdient goed, het blijkt elke keer weer uit de jaarcijfers. En wij zijn niet degene die profiteren. Wij zijn degene die elke keer maar moeten inleveren om de winst omhoog te houden. Dus we gaan staken voor een goede CAO. Yeah! Ja, ik had een kleintje gekocht, maar ik heb het daarna ook pas gezien dat ik het hier kon laten planten. Dus nou ja, wie weet gaat hij lekker groeien. In een groenstrook langs de plek waar momenteel knooppunt Ommedijk wordt aangelegd, ligt het kerstbomenasiel van de Leidse Stichting Vrij Groen. Mensen kunnen in januari dan hun boom brengen na de kerst en dan kijken of die goed is, of die genoeg wortels heeft, of die niet uitgedroogd is. En dan planten we die. Met de registratie op de naam van die mensen, zodat ze hem in december weer kunnen ophalen tegen asielkostenvergoeding. Het is dit jaar voor het eerst dat we de prijs verhoogd hebben, nu naar 12 euro. Dus het is eigenlijk heel weinig. Ik ben ook gewoon bewuster geworden en ik zag het in de krant staan. En toen dacht ik, wauw, dat is een goed idee. We hebben een groep vrijwilligers van een man of 12. Het werk is gewoon zorgen dat het onkruid niet over de bomen heen groeit. Water geven als het een droge periode is, dat zijn echt de belangrijkste dingen. Verder snoeien we een beetje, zodat de vorm een beetje blijft. Als het in leven kan blijven hier, dat zou ik fantastisch vinden. Als heel veel mensen dat zouden doen, dan is het helemaal mooi natuurlijk. Na een jaar zorgen voor de kerstbomen van anderen kiest Lunsing thuis al jaren voor een viering zonder boom. Wij waren nooit thuis met kerst. Ja, verder staat mijn woonkamer sowieso vol met planten. Dus om daar ook nog een kerstboom tussen te zetten is een beetje... Ik kan ook een plant versieren, weet je. Er staan twee wanden, een overhangende wand en een rechte wand eigenlijk. En daar zetten wij routes op. Zo kunnen alle klimmers in elke waardering, in elke graad, moeilijkheidsgraad, eigenlijk dingen proberen en blijven trainen. En op die manier bieden we mensen wat leuks aan. Ja. De crew van Boulderhal Kunststof in Leiden laat de klimmers van de Sleutelstad niet in de steek. Terwijl de klimhal door de coronamaatregelen de deuren gesloten moet houden, zetten ze voor de deur van het pand twee tijdelijke klimwanden neer. Het is belangrijk dat mensen kunnen blijven bewegen. Ik bedoel, gezondheid in deze tijd het is gewoon heel belangrijk dat mensen goed gezond kunnen blijven. En sporten blijf je ook goed volhouden als je het leuk vindt. Mensen vroegen zich eerst wel af van, gaat het niet te koud zijn, niet te nat zijn. Maar uiteindelijk schijnen er toch veel bikkels in Leiden te zijn. Het is koud, maar mensen blijven klimmen. Het is leuk. Dus. Ja, het is leuk, want het zit eigenlijk alles in. Bewegen, nadenken en een sociaal stukje. Je moet een beetje puzzelen, je moet sterk zijn.
Ja, ik heb het nooit snel koud. Ik klim het liefst gewoon in een shirt. Misschien doe ik straks mijn zip-off nog af, maar ik vind het wel lekker. Hoe kouder, hoe beter eigenlijk. Voor de frictie is het goed als het koud is. Ook binnen hebben de klimcoaches niet stilgezeten. Aan de bestaande hal werd een nieuwe, hypermoderne klimhal toegevoegd. Moeten we hier achterlangs helemaal door een klein halletje. En dan kom je in ons nieuwe gedeelte met een prachtige grote trainingsruimte en een heel groot stuk nieuwe wand erbij ook. Deze interactieve klimbanden, ze heet de Kilterbord. Ja, je kan met een app kan je de greep laten oplichten. En op deze manier heb je eigenlijk beschikking tot duizenden routes die mensen zelf kunnen programmeren. Ik doe eigenlijk bijna niks anders meer, moet ik eerlijk zeggen. Buiten is ook gewoon, ik vind het wel lekker. Ik hoop dat ze wel de wanden houden, want het is wel lekker om even frisse neus te halen. De buitenwand blijft nog wel even staan, maar het is niet het idee dat het een permanente toevoeging tot de hal is. Het idee is wel dat mensen weer terug naar binnen gaan en ik denk ook wel dat de meeste mensen dat wel graag willen, hoor. Het Leidse Rijksmuseum van Oudheden speelt een grote rol in het nieuwe boek van Tom van der Laken, het pseudoniem van wetenschapsjournalist Tom Buitendorp. In het boek nemen hoofdpersonages Nicolas en Gina de lezer mee in het fictieve onderzoek naar waarom ons oorsprongsverhaal verdween uit de oudste Bijbels. Het is een nieuw genre, de True Quest hebben we het genoemd, omdat het mysterie echt is rond een Leidse codex. Maar ook de meeste aanwijzingen echt zijn, waarvan er een aantal in dit museum te zien zijn. En de helden die lopen door dit museum en als lezer kun je, als je het boek gelezen hebt, dat ook doen. Achterin zit er ook een kaartje van het museum waar staat welke objecten er te zien zijn. En dat begint bijvoorbeeld met deze tempel op de achtergrond. De twee helden, Gina en Nicolas, komen in het museum binnen, zien die tempel en lopen naar binnen. En ontdekken daar aanwijzingen in die ook echt zijn, die later in het verhaal terugkomen. En waar een wetenschap op de achterkant ook van zegt van nou, er zijn echt wel dingen in die ons uitdagen als onderzoekers om er verder onderzoek naar te doen. Gina is een Italiaanse journaliste en Nicolas is een Franse verzamelaar. Die door toeval op het spoor komt dat er een stuk ontbreekt in de oudste Bijbels die we hebben. Dat het scheppingsverhaal daarin altijd ontbreekt. En hij ontdekt, en dat is echt zo, dat hier in Leiden een codex ligt, een oud Romeins boek. Wat daar met geheimzinnige tekens informatie over bevat. En zo komt hij meer dingen op het spoor die echt bestaan. En dat spoor dat voert hen op een gegeven moment ook naar Egypte. En het mooie is dat je daarvan in dit museum dingen echt zelf kunt bekijken. Een voorbeeld kun je daar zien. De helden die gaan die wanden afspeuren met hun zaklamp. Een gegeven moment komen ze dan hier een hele oude tekst tegen. Dat blijkt een koptische tekst te zijn. Er staat een kruisje. En daarachter staat in de koptische Jacob. We kijken hier naar een offerkapel. Waar de nabestaanden offers brachten aan de overledene. Die zelf heel diep in de grond begraven lag. En we zien het overledene hier. Hier staat hij. Het is symmetrisch. Hij kijkt van beide kanten aan. Hier staat er ook nog een vervloeking op voor mensen die het graf schenden, dat er verschrikkelijke dingen mee gebeuren. En het mooie aan dit geheel is dat het je uitnodigt om naar binnen te gaan. En dat op de wanden ook is afgebeeld hoe die nabestaanden offers brengen en met je meelopen door die gang om in die kapel binnen uit te komen. En hij is heel mooi bewaard en je kunt aan het eind ook zien dat er een gat in zit. En dat is van grafrovers al uit de Egyptische oudheid. Die hoopten dat erachter nog hele bijzondere dingen zaten en daar een gat hebben gemaakt. Ja, zo je hebt hier dus een totaal compleet beeld. En dat speelt in het verhaal ook een belangrijke rol, dat de Egyptenaren een soort drie-dimensionale weergave probeerden te tonen van hoe het werkelijk was. Met, zoals in het boek naar voren komt, hele interessante aanwijzingen. Nicolas legt Gina ook een gegeven moment uit hoe de hiërogliefen zijn ontcijferd. Dus Champollion, daar zie je hier een afbeelding van. En een document wat hij daarbij gebruikte. En Nicolas leert Gina ook hoe je in één minuut kunt leren hele simpele hiërogliefen te lezen. En als lezer krijg je die cursus ook mee. En zijn er ook voorbeelden in het boek en dan kun je dat opeens lezen. En die voorbeelden zijn ook in dit museum te zien. Maar dat is dus allemaal begonnen met Champollion. Waarvan we hier de platen zien en ook een notitieboekje van Champollion zelf toen hij 15 jaar was. En het aardige is dat je dit als bezoeker zo kunt bekijken door de lade open te trekken en al die oude afbeeldingen zelf eens te bekijken. En dat hoort bij het hele boek eigenlijk, dat je op quest bent en als lezer die quest zelf ook voor een deel kunt beleven. Door hier in het museum, maar ook bijvoorbeeld in Louvre en op andere plekken, persoonlijk te gaan kijken om het nog eens terug te zien.